Vandaag ga ik u iets meer vertellen over het beugelslot van het merk Starry. De type de CityCat. De slot wordt ook wel het U-slot genoemd vanwege zijn hangslot dat eraan hangt. De meeste kettingsloten die wij kennen hebben een gesloten hangslot. Deze is echt een U-vorm, wat als voordeel heeft dat het heel goed als schijfremslot te gebruiken is. Je kunt ook heel eenvoudig de ketting aan een paaltje bijvoorbeeld vastleggen en dan de U-lok aan uw schijfrem vastzetten, zodat u net genoeg ruimte hebt om uw kettingslot vast te leggen. Dit kettingslot is een ART goedgekeurd kettingslot en dat hebben wij in twee verschillende maten, namelijk een 1,20 meter en een 1,50 meter. Ik heb hier de 1,50 meter variant voor mij liggen. En 1,50 meter wordt berekend door hem helemaal rondom op te meten. Dus het gaat zich echt om de lengte van de ketting. Het meest kenmerkende slot is natuurlijk de ART4-keuring. ART4 wil zeggen dat zelfs voor motoren geschikt genoeg is voor een diefstalverzekering. Een scooter heeft meestal minimaal een 3-sterrenkeuring nodig en fietsen een 2-sterrenkeuring. Hoe meer sterren je heeft, hoe beter het slot natuurlijk beveiligd is tegen diefstal en langer duurt voordat ze het open hebben. De meeste dieven zien al aan de sleeve en aan de ART-keuring die erop staat dat het een 4-sterren gekeurd slot is. En laat die scooter al links liggen omdat het gewoon veel te veel tijd kost om hem open te krijgen. Om zeker weten dat je de ART-4-keuring hebt, zit er altijd op het slot zelf zit ook het keurmerk erop. De hele combinatie samen is ART-4 gekeurd. Het is niet zo dat als je het slot kwijt zou raken dat je met alleen de ketting en een ander goedkoop slotje ook daar bent. Zo werkt het niet. De set is samen gekeurd. Je mag wel de beugel als schijfremslot ART4 gebruiken, mits dat toegestaan is van uw verzekering. Bij het slot wordt ook nog een kaart geleverd. Hier staat ook het nummer op. Dit nummer is 4190. Dat is het type goedkeurd nummer van de stichting ART. Dat staat ook weer hier op uw slot. Dat dient u door te geven aan uw verzekeraar. Bij dit slot krijgt u 3 sleutels meegeleverd. Dit slot is voorzien van een zilveren ring, die kunt u schuiven. Wanneer u die omlaag schuift, komt het gat tevoorschijn. Hier kunt u dan de sleutel in doen. Het slot bestaat helemaal uit schijven, dus u moet altijd een beetje pielen om het goed te krijgen. En dan draait de sleutel volledig slag om. En u pakt hem er zo vanaf. Nou, het slot werkt heel simpel. De ketting is gemaakt van even grote schakels, helemaal rond. Het slot sluit je door de schakels naast elkaar te houden. En je haalt de ketting erin. Simpeler kan eigenlijk niet. Je steekt hem er weer terug op, draait de sleutel een slag en hij zit weer op slot. Bij een kettingslot, of het nou om dit kettingslot gaat of een ander kettingslot, het is altijd verstandig om je scooter vast te leggen aan een paaltje, zodat die niet opgetild kan worden en in de auto weg ermee. Kopen bij een kettingslot ook altijd een wandbeugel. Want dan kun je hem of in de vloer of in de wand goed bevestigen, zodat als je hem thuis of buiten op straat heeft staan of thuis in de garage heeft staan, altijd vast zit, zodat ze hem niet zomaar kunnen inladen. De sleeve is gemaakt van een speciaal nylon, dat ook echt stevig is en niet kapot gaat. Zeker met sloten, meestal een aantal keer over de grond schuren, iedere keer met het door het wiel halen, uit het wiel halen. Ja, men kent het wel. Mocht er nog vragen zijn, dan vernemen we die graag. Post eronder een comment. En graag abonneer ons op ons kanaal en blijf op de hoogte van alle nieuwe video's. Tot de volgende keer.